ik ben Dior. En ik ben Angela. En wij zijn allebei van Cordaan. En wij gaan vandaag een heel gaaf evenement vastleggen, namelijk de Silver Rally. Ja, de Silver Rally is een heel groot, mooi evenement. Waarbij 150 ouderen een hele gave rally door Amsterdam gaan rijden. Ze komen dan langs verschillende hotspots. Hebben twee tussenstops en eindigen ze dan met een lunch bij het Kansjes Hotel. En we staan hier nu bij een van de opstaplocaties, namelijk de Die. Daar worden de deelnemers, ongeveer 40, zo ontvangen met een kopje koffie en een petit four. En dan krijgen ze het routeboek in de handen en gaan ze rijden. Ja! We gaan even een aantal deelnemers vragen wat zij ervan vinden en wat zij verwachten van deze dag. Ja, kijk of ze er zin in hebben. Ja, laten we gaan. Ja hoor. Wij vinden het wel wat. Ja, vindt u het leuk? Ja, wat verwacht u van uw dag? Nou, een heleboel. En gezellig. En wat vindt u ervan, mevrouw? Ja, echt veel van. Ja, mooi. We gaan een hele leuke dag hebben, sowieso. Er staat een heel mooi programma op het programma. Dus dat wordt leuk. Vond u het een lekker gebakje? Heerlijk. Ja. Nou, Angela en ik zijn nu net aangekomen bij een van de hotspots, namelijk het hotel. En we gaan dus meteen nog langs andere plekken, of in ieder geval de Silver Rally gaat langs plekken zoals... Ja, zoals de Amsterdam Tower, het IJmuseum en we gaan ze komen langs het Febo Fabriek, langs Bioscoop Astoria. En Bioscoop Astoria was de enige officiële bioscoop in Amsterdam Noord. Ja? Dus nou, ben benieuwd. Weer wat geleerd. We zijn nog steeds bezig. We zijn nu aan het rijden naar het Kansjes Hotel, waar de lunch wordt geserveerd voor de deelnemers. We zijn net aangekomen bij het Westerpark en we zien dat de mensen heel warm worden ontvangen, want kijk, dat is gewoon ongekende luxe natuurlijk. Hiep, hiep, hiep. Geweldig. Nou, welkom en u bent topzangeres. Wat kon u mooi zingen. Oh ja? Ja, u kunt heel mooi zingen. Ja, maar een ander liedje maar. Een ander liedje. Wat kent u? Zegt u het maar. Een leuk Amsterdams liedje? Wel, ja. Ja? Waar? Bij ons in de Jordaan zing je van hela hola hup valderie. Bij ons in de Jordaan zie je de jongens en de meiden dansen gaan. Oké. Nou, heel goed. Heb ik het goed gedaan? Ja, u heeft het heel goed gedaan. Dan heeft u wel wat verdiend. Maar het is nog verder. Waar ja. De jongens en de meiden dansen gaan. Hatsje. Hatsje. Geen hatsje, maar hatsje. Hatsje. Nou, we zijn hier zojuist binnengekomen in het Kansjes Hotel. En wat ziet het er mooi uit. Echt waar. We gaan even, even laten zien. Lopen. Oké, jongens, Angela roept mij, dus ga even kijken wat ze daarachter heeft ontdekt. Yes, nou wat ik hier heb ontdekt is een hele stapel vol met goodiebags. Deze goodiebags die krijgen de deelnemers mee aan het eind van de lunch. Dat weten ze nog niet, maar ik geef jullie alvast even een voorproefje van wat ze krijgen. We hebben hier een Cordaan boek over de geschiedenis van Cordaan sinds... 1683. Al een hele tijd dus. Wij hebben een potje pindakaas. Is het café? Café. Altijd goed. Yes. De beste. We hebben een protein shake. Nog beter. Voor de gezondheid. Yes. Natuurlijk. We hebben een... Een koekje. Een koekje van het Conscious Café. Nog weer lekkers. Een muffin. Angela's favoriet. Tony Chocoloni. Tony Chocoloni.
Die is al op, voordat we het geven. Gelukkig hebben we er meer. En de bekende Koraan Quartet. Quartet wel, die kennen wij. En het Silverelli routeboek. Ze kunnen ze altijd even terugkijken waar ze ook alweer precies hebben gereden. Superleuk dit. Superleuk. Ja, leuk. En wat ook nog leuk is, de goodiebag zelf is dus een tasje van Bijzonder Amsterdams. Dus kunstenaars van Bijzonder Amsterdams hebben dit tasje ontworpen. En dat kunnen ze natuurlijk altijd blijven gebruiken. Nu gaan we naar Lieke, Lieke Boeding. Zij is degene die dit organiseert. Samen met Angela. Samen met Angela. Ja, organisator. Ja, ik ga even vasthouden. Ja, super. Roze. Yes. Ja. Lieke, hoi. Hoe was het hier? Ik heb jou nog niet gesproken. Ja, heel erg goed. Ja, ja, ging heel goed. Hoe laat was je? Jij was hier kwart over acht. En toen, kwart over acht al. Zijn we hier begonnen met jullie zien achter ons met goodiebags. We hebben een groep van 12 man die vrijwilligerswerk hebben gedaan. En toen hebben wij mooi 225 goodiebags gevuld. Hoe ervaart u deze dag? Nou, ik vind het wel een leuke dag, ja. Vindt u het leuk? Ja. Ja? Ja. Ja? We zitten onder mij met, we zitten in zijn oude brandweerauto. We zitten in, met de achteruitje achterin. Oh, wat leuk. Dus je ziet allemaal niet zo veel, maar toch zie je wel heel veel dingen die je wel herkent en zo. Ja, waar zijn jullie allemaal geweest? Amsterdam Noord hebben we een aantal dingen gezien. Toen zijn we over de twee keer Schellingwouderbrug, Amsterdam Oost eruit gekomen. Toen kwamen we in de plantagebuurt en toen hebben we van de route afgeweken. Ja. En toen, omdat de mensen uit de Jordaan kwamen en ik ook uit de Jordaan kom, hebben we nog even met de auto door de Jordaan gereden over de gracht en over de Westerstraat. En toen uiteindelijk hieruit. Ja, superleuk. En dan gaan we nu even omdraaien, want hier zit dus mijn oma. Ja. Die is ook gezellig meegekomen. Die heeft thuiszorg van Jordaan. Ja. Oma, wat vond je ervan? Ik vond het heel erg leuk. Ja. Want zij vertelde toen niet dat het eigenlijk lekker zijn geweest. Maar ik wist niet dat het bestond. Nee. Het was heel vernieuwend. Vernieuwend. Ja, voor mij. Ja. En dan was ik dus echt weg. Ja, dan was je echt weg. Ja, dus, ja toch? Echt een leuk avond. Een leuke dag. Ja. Nou, dit was weer voor de Silver Rally voor 2018 voor Koraan. 15 november is alweer bijna voorbij, of in ieder geval het evenement is voorbij. En we hebben heel veel mensen gesproken en de meeste mensen vonden het in ieder geval heel erg leuk en ze hebben het heel erg naar hun zin gehad. Ja, echt zoveel blije gezichten gezien en het gaat hier nog wel even door hier in het Cancius Hotel, want de lunch is toch niet ten einde met live muziek. Dus wie weet tot volgend jaar. En voor ons houden we in ieder geval voor nu even op. En we hopen dat jullie het leuk vinden.